Op dit moment is de plant niet vochtig genoeg. Dat komt omdat we de home sensor eruit hebben gehaald, omdat de plant eigenlijk wel vochtig genoeg is. Nu gaan we hem in de schaduw zetten, dan gaat hij niet bewegen. Want hij zegt, ik moet eerst water krijgen en dan pas gaat bewegen. Nu gaan we simuleren dat we hem water geven. Dat betekent dat we het ding erin steken, want de bodem is al lang vochtig genoeg. Zo, nu zet hij in de zon, beweegt nog steeds niet. Gaan we nu hem in de schaduw zetten, dan gaat hij bewegen totdat hij zon vindt. En nog in de schaduw beweegt hij weer totdat hij zon vindt. Op deze manier zal hij altijd op zoek gaan naar de zon. En heb je nooit het probleem dat je plantje in de zon staat. Mocht hij nu te droog worden, dan gaat hij weer terug. Haal hem weer uit. Oh shit, ik heb geen water meer. Ik ga terug naar het beginpunt waar ik water gegeven kan worden, zodat ik weer op zoek kan naar de zon. Kut.